PSV onder 17 start met deze 11 namen tegen de leeftijdsgenoten van Vitesse, Sidibé, Vertessen en Thomas. Het aanvallende trio voorin bij PSV onder 17. En het is Thomas die hier achter de bal staat voor de eerste grote kans van de wedstrijd. En die wordt meteen verzilverd door Jorbe Vertessen. De man on fire dit seizoen bij PSV onder 17. Zet PSV hier op 1-0 tegen de ploeg uit Arnhem. Precies op het juiste moment, op de juiste plek. En dan heb je dus altijd een alibi. Vitesse in de middenmoot van de competitie. PSV kan bij winst goede zaken doen en klimmen naar de top 3. Maar dat lijkt nog geen uitgemaakte zaak voor PSV. Goede bal van Koshy. Sidibé heeft altijd een individuele actie in huis. Ook nu goed schot, maar nog een betere redding. En weer in de rebound. Ruben van Kouwen, de doelman van Vitesse. Die zijn ploeg op de been houdt. Vitesse dan. Weggedraaid van zijn tegenstander Yassine Okili. Onderschepping van PSV. Bal de diepte in. Dit is goed gedaan door Demian Tiemann. Nigel Thomas dan misschien. Zoekt de ruimte. Krijgt hij bijna niet. Weer een goede actie van Tiemann. Sidibé over de flank. Heerlijke panna weer. Ja, die kan je verwachten van hem. En de bel haalt uit. En dan weer die doelman van Vitesse, Ruben van Kouwen. Maar wat een mooie actie van Sekou Sidibé. Smaakmaker bij PSV onder 17. Dit is de tweede helft. Drukte in de 16 van PSV. Vitesse met Miriam Manhoef. Wat een uithaal van die middenvelder van Vitesse. Krijgt nog behoorlijk wat ruimte om uit te halen. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. 1-1 tussen PSV en Vitesse. Vitesse wordt veel en veel sterker in die tweede helft. En PSV heeft het daar absoluut niet makkelijk mee. Veel moeite om grip te krijgen op de ploeg uit Arnhem. Mike Chubahiro met een schot. En een goede redding van Maxime de Lange. Misschien wel een cruciaal moment in de wedstrijd voor PSV. En het gevaar is nog niet geweken. Weer Maxime de Lange. Die moet helemaal gestrekt en met de vuist. Krijgt hij de bal nog net op tijd weg, maar het gevaar is nog niet geweken. Miriam Manhoef weer, de maker van de 1-1. Met een voorzet. Kopbal van Chubahiro. En wat een redding van Maxime de Lange. Ja, die kan er zelf nog wel een beetje om lachen. Wat een sterk optreden van de doelman van PSV. Die hiermee de ploeg overeind houdt. Spel golft op en neer. Leuke wedstrijd op de hertgang. Zeker voor de neutrale toeschouwer. Maar ongetwijfeld ontzettend spannend voor de PSV-liefhebber. Nigel Thomas. Voorzet op. Jorbe Vertessen. 2-1. Belangrijk doelpunt voor PSV. Hinkelend naar Nigel Thomas om hem te bedanken. Want dit is hoe hij ze het liefst heeft. De voorzet bij die eerste paal. En dan is Jorbe Vertessen vlijmscherp. Sidibé. Met misschien nog een laatste mogelijkheid. En invaller Kees van Lindert. Doet dit prima. Twee tegenstanders met hem meegelokt. Sidibé vrij, maakt de actie. Wat kan hij hiervan maken? Ja, hier kan hij wat van maken met de tweede panna van de wedstrijd. Plaag is voor Vitesse en dan de voorzet die goed valt voor invaller Jeremy Antonissen. Prima duo op deze manier. Nog een keer die actie met die panna. De voorzet valt dan goed en dan kan Antonissen intikken. Spannende wedstrijd, maar PSV wint met 3-1 van Vitesse. Scoren een goede goal, goede vrije trap, Jorbe eerste paal. En dan krijgen we nog de laatste paar minuten wel moeilijk. En dan in de tweede half, zakt het eigenlijk helemaal weg bij ons. We geven Vitesse veel hoop. En het wordt eigenlijk uiteindelijk nog een moeilijke wedstrijd met veel duels en zo. En uiteindelijk scoren we dan nog een goede 2-1 en 3. En heb je toch de drie punten wat het belangrijkste is.